Hi, goedemiddag. Welkom terug of welkom terug op mijn kanaal. Deze setting is al een aantal keer geweest hoor, maar ik neem een aantal dingen gewoon achter elkaar op. Het zou kunnen dat je de afzuigkap hoort, want ik heb net even een lekker sausje voor het avondeten opgezet. We hebben hier de doos met nieuw geprobeerde producten voor de maand september. Dus laten we die gaan uitzoeken en nog even doornemen wat we ervan vonden. En of ik het hou, of ik het vooral nog een keer ga proberen. De Max & More BB Cream. Ik probeer het op volgorde te doen hoor. Ik weet niet of dat lukt. Dit is de BB Cream in Light. SPF 30. Met vegan, met niacinamide en aloe vera gel. Ik vind het niet slecht. Voedende BB Cream. Ja, dat doet het ook wel. Het geeft heel weinig dekking. En het werkt niet goed met alle primers samen. Want als het goed is, had ik ook een primer van Max & More. En daar ging die niet mee samen. Dat was deze Glow Primer. Het was dit, deze combinatie was één groot fiasco. Ik had kale plekken, het liet los, het hechtte niet. Deze heb ik naar de hand geprobeerd met andere primers en ook zonder primer, alleen maar met skincare. En dan doet hij het prima. Ja, dan geeft hij weinig dekking. Maar in de zomerdagen was het meer dan genoeg, zeg maar. Deze, maar. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind, de Glow Primer. Op een of andere manier, ik ben niet heel kieskeurig met primers, was ik er niet dol op. Dan hadden we... slecht voorbereid. De Max & More, wat is dit? De Max & More Matte Liquid Lipstick in de kleur Shy. Ja, prima. Leuke kleur. Blijft het lang zitten? Nee. Maakt het uit? Nee. Wat niets bij mij lang zitten. Ik heb van... Oh ja, dit is allemaal van hetzelfde. Even kijken. Van W7 had ik zo die pouch set. Daar hoorde ook nog een lipbalm bij. Een gloss, een balm, een lipstick en een potlood. Dit zijn Pillow Talk dupes. Maar wel echt heel fijn. Ik vind deze van de W7 heel fijn. De hele set kun je kopen volgens mij voor €8 bij de Boozy Shop. Van Catrice heb ik nog geprobeerd, omdat die later binnenkwam. De Aqua Splash Grip Primer Hydrating. Ja, die vond ik wel fijn. Ik heb hem ook redelijk gebruikt al. Ja, ik ben hier op zich niet heel van. Behalve het hydrating. De glow pakt me dan niet zozeer, maar het hydrating deel. Dus die vond ik wel fijn. De Max & More Bronze & Highlight. Vond ik het fijn? Ja. Subtiel? Ja. Bronzer subtiel? Ja. Highlight subtiel? Ja. Alles is hiervan subtiel. Geeft niet. Moet je misschien wel even van tevoren weten. En daar had ik ook de blush van in de kleur Pink Blossom. En dit is Peachy Cheeks. Ja. Goed glimmerig wel, vind ik. Maar ja, prima. Poederblusjes, prima. Niks aan de hand. Van Max & More had ik ook de concealer. Prima. Bijzonder, nee. Slecht, nee. Prima.
van Essence had ik de Correct & Conceal Under Eye Brightener in Light en de Anti-Redness Concealer. Dat is de groene, hè, de Anti-Redness. Ja, prima. Doet het heel veel? Nee, ja, doet het heel veel, ja. Maar heel bijzonder? Nee. Heel slecht? Nee. Beter dan de Maximoor? Ja. Ja. Even kijken. Dan had ik nog wat van Moira, zag ik. Ook hier. De Moira Bronzer, Signature Bronzer in Sunkissed Honey. Ja, hele mooie bronzer. Kijk uit, want er zit gewoon een heel stuk glitter bij. Daar ga ik nooit overheen. De bronzer zelf, dus het bovenste stuk, prachtig. Van Moira had ik ook de Lip Exposure Pencil in 002 Natural Nude. Dat is dan weer het onderste streepje. Prima. Ja hoor, prima houten penseel. En dit is de Statement Gel Liner in 03 Brown. Ook van Moira. Heel creamy. Heel donker ook. Ik heb hem net gezet, hè, en ik wrijf er echt overheen. En heel erg honkvast. Dan had ik van Anastasia Beverly Hills, en hoe heet dat ding? De Lip Velvet in Pure Hollywood. Dat is deze. Ja, mooie kleur. Blijft heel lang zitten? Nee, maar doet bij mij niks. In de zin van, niks blijft bij mij lang zitten. Oké, She Glam. Dit is de Glow Hero Bronzing Drops. En ik vind de verpakking echt, jongen. Alleen hier staat She Glam in het wit. Dat beige, het is beige, hè? Het is beige met een pompje. Geweldig. Ja, en ook zijn zo mooi. Helemaal goed. Even kijken. Ja. Dan had ik van She Glam de Brows On Demand 2-in-1 Brow Pencil. Met een mini brow pencil aan de ene kant en aan de andere kant zo'n pennetje. Ja, mooie kleur. Even goed aan denken wat het is. Maar ja, het was een fijn potlood. En dit is een Better Brows Long Lasting Eyebrow Pencil. In de kleur staat er niet op. Taupe heb ik volgens mij altijd. Oh, met een spoelie. En dit is zo'n beetje zo'n soort scheermes wat eruit komt. Maar een hele fijne oog. Nee, wenkbrauw potlood. Dan had ik van She Glam ook de Baked Glow Setting Powder. Die ziet er dan gewoon zo uit. En volgens mij was dit ook de kleur Light Pink. Ja, prima. Vergelijkbaar met, vind ik, qua kleur en zo, met... Oh, met een puffje zit erbij. Ja, dat, je ziet er niet heel veel aan. Met een beetje die van Elf, zeg maar. De Halo Glow. Dan had ik van W7 ook nog de Sweet Drops. De Sweet Glow Drops. Radiant Blusher Drops. Fijn product. Mooie kleur als je ze op je hand doet om op te gaan brengen. Het blendt helaas qua kleur helemaal weg. Dus je moet het echt wel bouwen en dan nog.
Heb je een veel donkerdere huid dan ik, dan ga je dit niet zien waarschijnlijk. Heel zonde, want het was wel een fijn product om mee te werken. Dan had ik de My Lips But Better lipstick. My Lips But Better is de kleur van de Hennes & Mauritz. H&M Beauty. Prachtige kleur. Absoluut. Ik had de Lip Shine in All About The Beige. Dit is gewoon een gloss. Niet bijzonder, gewoon een gloss. Dan had ik de All-in-One Stick in Tour de Contour. Ja, weet je. Op zich prima. Ik ben gewoon niet een stick fan. Maar op zich was het prima. En die had ik ook in de kleur Teddy. Als blush. Op zich prima. Ja. Sorry. Ik heb ineens ontzettend loopneus. Ik ben gewoon niet een stick fan wat dat betreft. Ook had ik wat kwasten. Dit is een foundation en concealer brush. Die vond ik wel fijn. Dit is een powder en blusher brush. Die vond ik te, ja, flimsy. Dit is te zacht. Dit is, kijk, dit ook. Dit is. Het voordeel is wel met die hele zachte dat je minder product opbrengt. En dan had ik nog het een en ander aan oogkwastjes. Ja, die zijn gewoon prima. Ik had de mascara. En dat is de Forever Curled Lash. Ja, die gaan we dus nu in het everyday bakje doen. Om verder te testen. Dan had ik nog van Hennes & Mauritz een lippenpotlood in Mark My Lips. Wederom het onderste streepje. Prima, gewoon een houten potlood. En ik had een eyeshadow crayon in Make It Easy. Wat ik echt een geweldige kleur vond. Niet helemaal mat, maar ja, echt goed. Dit kwam er allemaal weer in. Dan had ik van de Hennes & Mauritz de Bronzer Actually in Light Matte. Ze hebben blijkbaar ook een glimmende. Met een prachtige, gewoon neutrale verpakking. Ik hou hiervan. Daarvan hadden ze ook een highlighter. Deze heet At First Light. Deze is alleen wat rozer dan deze. En dan is dit de kleur. Hier. Nou, dat kan je niet goed zien. En dan nog rozer was de blush. En deze heet Oh My Blush. Oh Naturel. En dat is deze. Even kijken of ik het kan laten zien. Het voelt heel creamy aan. Ja. En dan had ik nog van H&M Beauty de Beauty Setter in pink. Een losse poeder in pink. Met een roze deksel. En we weten, en met een puff. En dit is met zo'n kousje hier zo. Heel fijn gedrukt. En we weten, ik hou van losse poeders. Fijn gemalen. En pink. En tot slot had ik van de Beauty Crop. Ooit per ongeluk een keer besteld bij Beauty Bay. De Glow Milk Blushed. Milk Blushed. Een powder, een pressed powder blush. In Glistening Gardenia. En dan is dit de kleur. Heel mooi. Even zien of ik die ook
Hier kan swatchen. Zie je bijna niet, hè? Nou. Dit was het. Dit waren alle nieuw geprobeerde spullen in de maand september. Het was best veel. Best veel verschillende kleine dingetjes. Het ene vond ik beter dan het andere. Maar er was niks echt heel slecht of zo. Ik doe mijn bril wel even af. Ja, zoals die Mora bronzer, ja, dat met dat glitter, weet je, probeer dat gewoon een beetje te ontwijken. En dan komt het vanzelf goed. Dit was hem, de make-up update van september. Heb jij nou producten waarvan je zegt, dat moet je echt proberen? Dat is echt waanzinnig. Of het is, ja, ik probeer eigenlijk, weet je wat het is? Ik zal even uitleggen om te proberen even mijn hand schoon te maken. Ik koop alles zelf. Ik bekostig dus ook alles zelf. Dus eigenlijk koop ik alleen maar dingen waarvan ik vermoed dat ik het fijn ga vinden. Als dat niet zo is, dan koop ik het niet. Want ja, dan weet ik al dat het weggegooid geld is, omdat ik er dan toch niks mee ga doen. Dus in dat opzicht heb ik niet heel veel producten die dan... ja, die ik als slecht rate. Natuurlijk valt er wel eens wat tegen. Kijk, en zoals die long-lasting lippenstift. Ja, weet je, bij mij is geen ene lippenstift long-lasting. Ik weet niet wie bij jullie zo'n lippenstift echt achter u blijft zitten. Maar bij mij is voor de lunch weg. Dus ja, nee. Ik heb wel eens dat er een zweem of er iets blijft zitten. Weet je, niet een steen. Want dat vind ik echt niet mooi. Maar dat zeg maar aan de rand nog zo'n rand zit en dat de binnenkant helemaal weg is. Maar goed, heb je ideeën? Wil jullie graag dat ik iets test? Er staan nog wat dingen op mijn to-do-lijstje. Laat het me zeker weten. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En wil ik alleen nog maar zeggen, bedankt voor het kijken. Doei!